Hey iedereen, welkom bij deze nieuwe video. Mijn naam is Leila en aan mijn stem te horen ben ik best verkouden. Maar ik ga deze video gewoon knallen, want ik heb er super veel zin in. Dit is aflevering 2 van Kerstdagen en vandaag ga ik mijn kamer decoreren helemaal met kerst. Maar in ieder geval, doe alvast een blauw duimpje omhoog en abonneer je beneden op mijn kanaal. En we moeten even een momentje nemen voor mijn nieuwe kersttrui, want ik heb een nieuwe kersttrui. Hij is van de Kruidvat en ik heb hem van Sinterklaas gekregen, dus... Yeah! En hij geeft licht, dat vind ik ook heel cool. Ik heb heel de zolder doorzocht in heel mijn kamer. En ik ben uiteindelijk best wel veel kerstspullen tegengekomen waar ik mijn kamer mee kan versieren. Namelijk deze twee beertjes, deze auto in het groen. Deze heb ik gekocht bij de Kruidvat en deze was letterlijk maar 3 euro. Dus ik dacht, ja, dat neem ik wel mee, want dat vind ik echt super tof. Twee beeldjes, een kerst, hoe heet ze, zeg maar een kerstboom, maar dan zeg maar als een slinger. Dan heb ik hier nog kerstlampjes gevonden, een Linda van vorig jaar en dan zomaar met kerst en dan staat Leo Kleine op. Ja, die vond ik wel leuk. Dan deze kerstlampjes. Deze kerstboom. En hier heb ik nog dennenappels volgens mij. En dan heb ik hier nog een kerstboom. En hier ook nog versiering. Maar dit weet ik niet helemaal of ik dit ga doen. Als eerst ga ik dit doen. En mijn idee is om dit zeg maar hier op te hangen met Polaroids. Maar die Polaroids moet ik eerst even maken via het internet. En ja, laten we dat even doen. Het eerste wat ik gedaan heb is even op Pinterest zoeken naar Christmas Tumblr plaatjes. En die ga ik nu even uitprinten en dan ga ik ze zo knippen dat het Polaroids worden. Oké, ik heb de plaatjes dus uitgeprint en ik heb er lijntjes omheen getekend zodat het eruit ziet als een echte Polaroid. Het enige wat ik nu nog doe is uitknippen en opplakken. Dus ja, dat ga ik nu doen. Oké, die was echt heel sad. Oké, hij is af en hij hangt hier. En ik vind hem echt heel schattig geworden. Hij ziet er echt heel leuk uit. En ja, het geeft best wel een schattig effectje. Dus love it. Oké, het rekstok, het sterretje is nu af. En nu wil ik heel graag deze plankjes gaan doen. Alleen, dat wil ik dus zeg maar met deze spullen doen. Maar ik weet nog niet precies hoe ik het ga doen. Maar ik ga gewoon wel proberen. En ja, we zien wel hoe het eindigt. Let's go! Later. We hebben het gemaakt en ik vind het er zo schattig uitzien. Vooral die twee beertjes zo. Maar hier, send us coming. Dit waren zeg maar de enigste letters die ik kon gebruiken. Want ik wilde eerst Santa Baby doen. Alleen we hadden blijkbaar geen twee B's of zo. En dan hebben we hier die leuke Linda meiden met de BN'ers erop. Hier dat leuke autootje en zo. En dan hebben we hier... Hier ben ik echt verliefd op deze lampjes. Heb ik vorig jaar bij de Zenos gekocht. Dus ja, dit is mijn kersthoekje nu. Oké, dus dit plankje, deze plankjes heb ik nou ook gedaan. Dus het enige wat ik nu nog even ga doen is dit. Ik weet eigenlijk nog niet precies waar, maar dat gaan we nu gewoon kijken. Ja! Since we have no place to go. Let it snow. Let it snow. Oh ja, kijk hoe leuk. Ja, dit vind ik echt tof. Dit vind ik echt leuk. Ja. Ja. Nou, oké, het is nu helemaal af. Dus nu komt er zo'n heel vet sfeer shot iets. Dus let's go. Oh.
Sorry voor de belichting, aangezien ik alleen natuurlijk belichting heb en het donker is. Maar ik wil jullie bedanken voor het kijken. Doe natuurlijk even een duimpje omhoog. Abonneer je beneden op mijn kanaal, mocht je dat nog niet gedaan hebben. En dan zie ik je gewoon weer zondag. Wat vinden jullie van kerstdagen? Laat het hier beneden weten. En ik hoop dat ik je gewoon weer de volgende keer zie. Dus doei!